Welkom bij Het Dilemma. Inmiddels zijn we halverwege de raadsperiode 2018-2022. In aanloop naar de verkiezingen in 2018 hebben de Edese partijen beloftes gedaan en hebben plannen gelanceerd. Wat is er eigenlijk nu terechtgekomen van deze beloftes? En wat is er terechtgekomen van al deze plannen? Laten wij eens de balans opmaken. Deze week Ruben van Druiten, Burgerbelangen. Mijn naam is Ruben van Druiten. Ik ben raadslid en fractievoorzitter bij Burgerbelangen Ede. Zorg. Nou, de zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en geboden worden indien nodig. Dat is eigenlijk het belangrijkste en een bepaalde kwaliteit hebben waarbij burgers ook baat hebben. Op de zorg is bezuinigd. Er moest ook wel bezuinigd worden omdat de kosten ook wel te hoog werden. De vraag is alleen of deze bezuiniging misschien niet te buitensporig is geweest. Dat zullen we het komende jaar gaan merken. Zijn er voor de komende 2 jaar nog uitdagingen binnen de zorg? Ja, ik denk een hele grote uitdaging om toch zoveel mogelijk mensen die zorg nodig hebben dit wel te bieden. En ik denk als we dat niet doen dat we de rekening op andere vlakken wel weer terugkrijgen. Veiligheid. Ja, veiligheid is heel erg belangrijk, want als burgers zich niet veilig voelen en niet veilig zijn, dat is de basisvoorwaarde van alles. Veiligheid. Het gevoel van onveiligheid, dat blijft natuurlijk een gevoel. Maar het is natuurlijk wel onveiliger geworden in het algemeen. Hè. We zien natuurlijk Syriëgangers terugkomen. We zien ook dit soort ontwikkelingen plaatsvinden waarvan we niet weten hoe dat straks verder gaat. We zien echter wel in Nederland in het algemeen een negatievere ontwikkeling op dit vlak. Zeker als je ziet de invloed van het salafisme. Dat neemt toe. En daarin zien wij wel een tikkende tijdbom voor de toekomst. In de afgelopen 2 jaar kwam er het nieuws dat er salafistische scholen zijn in de gemeente Ede. Zijn jullie daarvan geschrokken? Ja, daar zijn wij zeker van geschrokken. Wij zouden het liefst zien een verbod op islamitisch onderwijs in het geheel. Niet alleen om die reden overigens, maar meer omdat het segregatie in de hand werkt. En wij liever eigenlijk gewoon één vorm van onderwijs zouden hebben waar iedereen elkaar ook ontmoet, al in het onderwijs, want dat is heel belangrijk. Het is toch de kweekvijver van de maatschappij, de school. En als daar al dingen fout gaan, dan houden we ons hart vast. Dan kan het alleen maar erger worden als mensen ouder worden. We hebben natuurlijk de vrijheid van godsdienstonderwijs, artikel 23. Dat is een heilig huisje in deze gemeente. Toch zouden wij graag zien dat het verdwijnt. Alleen dat is een discussie die in Ede heel moeilijk te voeren is natuurlijk. Veiligheid heeft zeker te maken met de integratie, want op het moment dat je echt twee samenlevingen krijgt die eigenlijk geen contact met elkaar hebben, zeker in de opgroeifase, hè, dus in de jeugd, dan kan zich dat op andere vlakken later uitbetalen. Dan is het echt meer wij-zij en in principe moeten we het natuurlijk allemaal gewoon met z'n allen samen doen en elkaar ook tegenkomen en ontmoeten. 2 jaar geleden wilden jullie met name het gevoel van onveiligheid wegnemen. Is dat gelukt? Ik denk dat we hebben natuurlijk het voordeel gehad dat het aantal inbraken wel verminderd is. Maar dat zijn natuurlijk cijfers. Een gevoel is lastig weg te nemen. We zien natuurlijk wel ook, we hebben ook natuurlijk relletjes gehad in het Huygenspark, in Ede-Zuid. Dat gevoel dat is niet geheel weggenomen. Het gevoel is er nog steeds. Hoe denken jullie het gevoel van onveiligheid weg te nemen? De vraag is natuurlijk of dat lukt, want je wilt natuurlijk ook niet bereiken dat het gevoel misschien is dat het veilig is, terwijl het misschien onveilig is. Dus het moet natuurlijk meer een soort realistisch gevoel worden, maar dat is met gevoel natuurlijk heel erg lastig. Maar goede straatverlichting, dat soort zaken, dat draagt daar natuurlijk allemaal wel aan bij. Sport. Sport is belangrijk voor burgerbelangen, omdat bewegen tot een goede gezondheid leidt en ook voor een stukje welzijn van onze Edese inwoners. In die optiek vinden wij sport heel erg belangrijk. Is bewegingsonderwijs belangrijk? Ja, want ook op school, als je al in aanraking komt met sport, dan is de kans groter dat je later ook blijft sporten. Als ik naar mezelf kijk, ik ben niet zo'n sporter. En ik denk als ik in mijn jeugd meer met sport in aanraking was geweest, dan had ik waarschijnlijk misschien ook wel gesport. 2 jaar geleden hadden jullie ontzettend veel moeite met gescheiden sporten. Ja, omdat echt een oproep werd gedaan aan moslimvrouwen om gescheiden te sporten. En dan ook echt van mannen gescheiden op basis van hun geloof. En dat lijkt toch op een doelgroepenbeleid wat in Ede is afgeschaft. En eigenlijk ook integratiebelemmerend werkt. We zijn er op zichzelf niet tegen dat vrouwen met vrouwen sporten. Dat vinden we helemaal niet erg. Maar als het echt op basis van het geloof is dat je met andere vrouwen wil sporten en je dat als gemeente ook nog faciliteert. Dan zou je als gemeente de gelijkwaardigheid van man en vrouw moeten voorstaan en dit soort dingen niet moeten subsidiëren. Want
ja, je gaat dan eigenlijk zelf meedoen aan de tweedeling die kan ontstaan. Is Burgerbelangen tevreden met het huidige sportaanbod? Ja, wij zijn tevreden. We hebben denk ik een goed aanbod in Ede. Het zal misschien altijd beter kunnen, maar dat hou je altijd. Maar op zichzelf zijn we tevreden over het sportaanbod hier. Ik denk als het op sportgebied zo blijft zoals het nu is, dat het goed is. Want er worden natuurlijk ook keuzes gemaakt op andere vlakken. En als we kunnen behouden op sportgebied wat we hebben, denk ik ook dat we tevreden mogen zijn. Kunst en cultuur. Wel belangrijk, maar we willen wel voornamelijk kunst en cultuur voor eigen inwoners. En niet ideeën zoals dat World Art Center en dat soort zaken om echt hoge opgeleiden naar onze naar Ede te trekken. Tuurlijk is dat belangrijk, maar we vinden dat het huidige cultuuraanbod wel voldoet. We zouden graag toch wel wat meer marktjes misschien zien, dat soort zaken, evenementen. Dat is wel een, iets wat er nog wel iets meer kan. Maar ik denk dat er in Ede ook wel heel veel gebeurt op dat gebied. Het is niet zo saai als mensen soms denken. Nee, van ons mag het zo blijven. Ik denk dat het huidige aanbod voldoende is en dat het goed zo functioneert. Er kunnen natuurlijk altijd wat accentjes gewijzigd worden, maar generiek gezien gaat het goed. Ook verhuisplannen zoals destijds om cultuur uit te verhuizen, waren we geen voorstander van. Wij denken dat het cultuuraanbod in Ede wel op dit moment voldoende is. Integratie is een belangrijk speerpunt voor Burgerbelangen. Nou ja, je ziet toch wel dat de problematiek niet af is genomen in die zin dat integratieproblemen eigenlijk verergerd zijn. Dat de druk op sociale huurwoningen door het vestigen van statushouders ook is toegenomen. Het is voor Edenaren lastiger om een woning te vinden. We hebben natuurlijk ook mogelijkheden om met de wet taaleis meer te doen. Daar doen we in Ede te weinig mee. We zouden mensen ook kunnen korten als ze niet aan die wet taaleis voldoen. Dus in die optiek kan er in onze beleving wel wat meer gebeuren. Want het is voor ons gewoon heel erg belangrijk dat de mensen in ieder geval de taal spreken. Dat is eigenlijk wel een basisvoorwaarde in deze maatschappij. Ja, er gaan natuurlijk ook veel dingen goed. Dat is altijd lastig. De waarheid is natuurlijk altijd genuanceerd. Er zullen dingen goed gaan en er zullen dingen minder goed gaan. Het mes snijdt aan twee kanten in die optiek. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de mensen die hier naartoe zijn gegaan, als het uiteindelijk veilig is, weer teruggaan. Dus hun eigen land helpen opbouwen. En ook dat ze zoveel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Dus werken, actief deelnemen in de samenleving. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat kan nog wel een tandje beter. Iedere partij hebben wij 12 dilemma's voorgelegd. Het college en de Edese Raad hebben te weinig oog voor de buitendorpen. Eens. Ede is de belofte van meer landelijke, meerdaagse evenementen nagekomen. Dat durf ik niet te zeggen. Het centrum van Ede is levendiger geworden. Sterker, de doelstellingen zijn behaald. Ik denk dat dat voor een gedeelte waar is. Er zijn verbeteringen geweest, maar het kan altijd beter. Maar er is wel wat veranderd. Maar je moet natuurlijk ook de economie mee hebben. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn voldoende behaald. Nee, maar dat vinden wij niet zo erg. Want wij vinden eigenlijk dat daar te veel geld naartoe gaat. En dat wordt op andere punten weer weggehaald. Ede vraagt te veel aan de burger. Zie bijvoorbeeld lastenverhoging, afvalstoffenheffing en parkeren. Absoluut. Burgers moeten daarbij ook nog mantelzorger zijn, vrijwilliger. Vaak met z'n tweeën werken om een gezin te onthouden. Ja, Ede overvraagt echt op dat gebied. Ede doet te weinig voor jongeren. Ede doet te weinig voor jongeren, zei je. Oneens. Ede is aantrekkelijk om te wonen. Eens. Ede wil het wel, maar weet zich niet te profileren als voetstad. Eens. Ede heeft alleen oog voor de kernen, niet voor het buitengebied. Daar lijkt het soms wel op, maar ik weet dat de waarheid waarschijnlijk in het midden ligt. De ambities en verwachtingen met betrekking tot het World Food Center worden niet behaald. Ik denk dat Ede met het World Food Center een te grote broek heeft aangetrokken. En dat gaat ten koste van andere dingen in Ede. Station Ede-Wageningen krijgt een nieuwe naam en opent de deuren in 2023. Ik denk dat het wel erg ambitieus is, maar ik hoop dat het zo is. Het Edese College en de Edese Raad heeft tot nu toe ruimschoots voldaan aan de eigen beloftes. Dat durf ik niet te zeggen. De periode is ook nog niet ten einde op dit moment. De Edese Raad en het college geef ik als cijfer een 6-. Omdat ik denk dat zij denken dat ze excelleren op bepaalde gebieden, maar qua dienstverlening naar de burger heel veel laten liggen op dit moment. Vooral het groenonderhoud in de wijken, dat is schrikbarend. In mei 2018 werd het coalitieakkoord, ofwel het bestuursakkoord, gesloten. De coalitiepartijen,
hebben daarin beschreven wat zij in deze 4 jaar, waarin zij de coalitie vormen, gaan doen en willen bereiken. Maar is er wel voldoende gehandeld naar het bestuursakkoord? Nou ja, kijk, zo'n akkoord, daar moet je natuurlijk ook niet te veel wonderen van verwachten. Het is natuurlijk ook wel een beetje een abstract akkoord. Omdat je natuurlijk toch met 5 partijen is dat gemaakt. Ik heb niet de indruk dat het college dit akkoord niet volgt. Ik bedoel, die indruk heb ik niet. Ik had er graag wel andere dingen misschien bij gezien of ook terug zien komen. We hebben zelf wel zaken aangeleverd, zoals het in kaart brengen van het jonge culturele erfgoed tussen 1965 en 1985. Daar wordt wel mee begonnen, maar het is wel een beetje aan het einde van deze bestuursperiode. En dat hadden we graag liever eerder gezien. Maar het wordt wel gedaan. Dus we zijn op zichzelf wel tevreden. Dat laat natuurlijk onverlet dat er genoeg ideeën van dit college komen. En die ook maandelijks even ter discussie staan waar we het niet mee eens zijn of een andere mening over hebben. Maar ze handelen wel redelijk naar dat bestuursakkoord, dat kan ik niet ontkennen. Een belangrijk thema in het bestuursakkoord was burgerparticipatie. Maar er zijn toch wel een aantal kritiekpunten op. Ja, en ik denk dat die kritiek ook wel terecht is. Aan de andere kant, burgerparticipatie is belangrijk. Maar als het uiteindelijk bij de politiek ligt, dan ligt er natuurlijk ook vaak een politieke visie aan de grondslag. Dus wordt het vaak toch op basis van politieke keuzes toch een beslissing genomen. En dat is natuurlijk wel een spanningsveld. Want je zit natuurlijk ook als politicus met een politieke mening in de gemeenteraad. En als een burger, bijvoorbeeld een groep burgers iets wil en dat heeft vooral een hoog GroenLinks gehalte, dan zullen we als burgerbelangen bijvoorbeeld toch niet voor gaan stemmen mogelijk, omdat dat onze politieke visie schaadt. Dus ik denk dat je die verwachtingen dan wel juist moet managen op dat gebied. Maar daar ligt nog wel een wereld te winnen, absoluut. En er zijn natuurlijk ook zat zaken waar natuurlijk wel gewoon burgers 1 op 1 betrokken kunnen worden en ook gewoon de output van de burgers gewoon 1 op 1 door kan gaan.